alle mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD van Amor en vandaag ga ik op pad met Wim, met de T6, want daar hadden jullie laatst met z'n allen op gestemd via Instagram. Voor de mensen die dat niet wisten, ja, dan volg je mij waarschijnlijk niet op Instagram, of je hebt niet gestemd, of het boeit hier niks, I don't know. Maakt niks uit, wij gaan de straat op. T6, gemaakt door Team MH. Ik heb een beetje last van de lag. Ik weet niet of dat dadelijk weggaat als ik hier wegrij. Anders moet ik even naar een fix gaan kijken. Het is ochtend, het ziet eruit als een mooie maar koude dag. Enfin, het ziet eruit als een mooie dag, dat het een mooie dag gaat worden. Maar het is nog steeds januari, dus het zal wel koud zijn. Sneeuw is inmiddels weg. Weer eens een video van mij, want dat heeft lang geduurd. Want ik heb het gewoon echt te druk. Dus sorry daarvoor. Dus voor nu lekker de straat op. Voertuig hadden we al gecontroleerd. Inhoud van het voertuig hadden we ook al gecontroleerd achterin dan. Nu gaan we kijken wat we gaan meemaken vandaag allemaal. Nog verder bijzonderheden. Even denken. Nee. Nee. Ja, een beetje een update over die, alle die COPPA-wet of hoe heet dat ook alweer. Ik had eerst ingesteld als YouTube voor kinderen. Omdat ik toch wel denk dat grotendeels van mijn viewers kinderen zijn. Toen kreeg eigenlijk iedereen te horen dat ik gewoon voor volwassenen moest instellen, want er waren wat redenen. Ik geloof dat een van die redenen is dat GTA sowieso een spel is voor volwassenen, want het klopt ook, het is geloof ik gewoon 18+. Dus ja, ik heb het ingesteld als voor volwassenen. Houdt dus ook in dat ik gewoon de comments kan laten doorgaan en zo. Dus dan weten jullie dat. Zou iemand iets hebben gestolen van een bouwterrein, of in ieder geval een bouwtuig of iets, hè, hoe je dat noemt, of hoe, ja, ik weet niet hoe, precies hoe je noemt. Hebben gestolen, ja, daar gaat hij. Eenmaal rood licht. Ja, dan gaat er ook vandoor. Alleen hij gaat niet zo hard. Maar hij rent er wel vandoor. Nee. We gaan geen voertuig jatten. Stoppen. Hey. Staan blijven. Wim is duidelijk sneller. Staan blijven. Hij wilt wel niet, dan maar via deze weg. Stoppen. Waarom? Eenheid, kom eens hier. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ze doen niks. En nu is hij ineens sneller dan Wim. Enfin, niet sneller, maar even snel. En nu moet ik daar weer super ver gaan. Teruglopen naar mijn auto. Backup needed on Del Perro Freeway. Respond code 3. Zijn nog een eenheid erbij. Steeds een achtervolging. Stoppen. Taser inzet. Vuurlijnen. Ja. Ga aanhouden. Eenmaal aanhouden. Ah, ben je niet dat wapen op mijn richten, bedankt mevrouw. Jonge dame, hallo. Niet aanrijden. Ja, dismissed. Allemaal dismissed. En dat was allemaal op enter drukken, hè. Ja, alle buddies al dismissed. Ik ga je nog fouilleren, beste heer, meneer, man, iets. En dan ga ik jou misschien wel kunnen overdragen aan deze hele mooie Vito hier. Met deze knappe jonge dames erin. Dat zou ik ook willen. Verder niks bij. Transportje gevraagd. Mogelijk dat de Vito dan... Nee, niet. Oké, maar net uit. Enter ingedrukt houden. All buddies are dismissed. Ze zitten hier lekker te dansen in die Vito. Ja, nice. Toch? Ja. Nou, Wim gaat er weer vandoor. Doei. Wij gaan terug naar ons
voertuig. De collega's houden hem nog even in de gaten. Totdat de transporteenheid er is. En wij gaan rennen. En even kijken of die bulldozer of wat was het er nog staan. Want dan moeten we die natuurlijk wel even weg laten halen, zeg maar. Die staat er nog. Een takel eenheid vragen, ik ben benieuwd of het goed gaat. Zo, dat was een beetje raar van deze vrachtwagen. Vol gassen. Daarna beseffen dat je eigenlijk wel echt vol de rood ging rijden en toen vol in de remmen, maar dat was nog gevaarlijker. Gaan we even 8, 9, mijn uniform, ja. 7-0. Deze vrachtwagen staat niet geregistreerd. En ook nog niet en een verlopen verzekering. Ik laat hem even volgen en dan rijden we weer de parkeerplaats op. Maar ik heb even een hele ruime bocht. Want anders gaat hij waarschijnlijk via het muurtje en alles overal tegenop rijden. Of heb ik hem nu weer te ruim gemaakt? Nee, perfect. En dan kunnen we hem hier ook meteen laten staan. Beetje asociaal als we hem hier over deze vakken neerzetten. Maar dat boeit mij niks. Dat boeit mij helemaal niks. Zo. Perfect. Genoeg plek voor andere voertuigen. Goedendag. Hallo. Van mijn rabes. Wim. Ben ik trouwens, netjes als je even voorstelt. Reden van de staanhouding is het voertuig, want die staat niet verzekerd. Die heeft een verlopen verzekering, moet ik goed zeggen. En die staat niet geregistreerd, dus dat is wel een probleempje. Ben je ervan bewust dat die met een verlopen verzekering rondrijdt? Oké, ik was aan het wachten tot ik weer betaald werd, zodat ik hem weer kon verzekeren of zoiets. En waarom is hij niet geregistreerd? Ja, ik wist niet dat het moest. Ja, dat zijn natuurlijk niet zo'n handige dingen. Dat uiteraard moest dat. Dus je krijgt wel voor beide een bekeuring. Geen registratie. En expired insurance. En ik denk dat die niet in beslag gaat worden genomen. Maar je mag ook niet verder rijden. Dat weet ik wel. Dus ik denk dat een niet geregistreerd voertuig, die moet er in beslag worden genomen. Dus je mag zo even uitstappen. Oh, en trouwens... En de eerste reden van het kenteken controleren was dat kruispunt. Dat was redelijk raar, let erop. Maar je mag toch niet meer verder rijden, dus dat is een groot genoeg. Dat is al een... Die straf is al genoeg. En even denken hoe ik het ging zeggen. Ja, goed. Bekeuring krijg je thuis op het matje. Op de achterkant staat hoe je in bezwaar kunt gaan. Je mag niet verder rijden. Ik denk dat we hem toch een beslag moeten nemen. Dus dat ga ik ook doen. Je mag in de comments laten weten als ik volledig fout ben, maar een niet geregistreerd voertuig gaat geloof ik gewoon in beslag worden genomen. Door de Nederlandse politie dan. Oké, we gaan even kijken. We hebben Rachel noem ik er gewoon. Garcia, die wordt gezocht. En die is gespot. Maar ik wil weten, is ze gevaarlijk? Oh. Want moet ik mijn kogel weer aan het vest staan? Nee, het is een vrouw. Dadelijk is een man. Nou, zijn vrouwen niet gevaarlijk dan? Jawel, heel gevaarlijk. Maar deze, die kan ik wel handelen. We moeten boven zijn. Waarschijnlijk gaat ze me echt doodschieten. En dan gaan we even kijken of zij hier is. Ik vermoed boven. Een maand of een huiszoekingsbevel hebben. Even snel reageren op dit appje. Oké, dus we gaan even boven kijken. Wapens bij. Ja, wapens bij.
Nou ja, we hebben gewoon een... ik neem aan aanhouding buiten heterdaad. Officers proceed with caution. Oké. Armed and dangerous. Hallo. Goedendag politie. Rachel, Rachel. Je wordt gezocht, ik word gescheld. Hallo? Ja, goeiedag. Ja, dat is een vuurwapen. Oh shit. Ja, ik kan hier geen noodknop indrukken. Maar is er, is er. Oké, zicht de verdachte. OC, schoten los, schoten los. Hey, laat vallen. Laat vallen. Oh. Vrouwen zijn niet gevaarlijk, hoorde me nog zeggen. Bam, bam, boom, bam, boom, bam. Hoppakee. Lekker werk, pik. Verdere mensen in dit gebouw aanwezig. Maak jezelf kenbaar. Eenmaal uitgeschakeld. Wap even. Klik klik. Citizens reporting. Medical aid requested. Bim boom bam. Hallo. Nee. Ik ga naar binnen. Clear. En oh. Clear. Oké. Goed. Eenmaal dood. Wordt hier overgedragen aan recherche. En wij gaan weer naar beneden. Met deze lift. Of een trap, of wat is het? Nou, ik weet niet, als ik noodknop ben gaan drukken, of de collega's kwamen toch niet naar boven, denk ik. Maar dit was natuurlijk een zieke noodknop. Waardige melding. Dat is tegen het verkeer. Het is wel een beetje... ook aan de regels houden. Dus we gaan met het verkeer mee. Ook al rijdt hier geen verkeer. Nog iemand. Ah, dat is helemaal daar. End. Nou, dan mogen de collega's van ander gebied doen. Oh, ik zie het en ik doe er helemaal niks mee. Ik had mijn stuur heel raar vast. Dus ik kon eigenlijk... ja, nee. Ik leg het nog wel een keer uit. Als ik weet hoe ik het moet uitleggen. In ieder geval niks aan al met die meneer die leeft weer. Er is iets gebeurd ergens. En daar zoeken ze een verdachte. Verdachte. Eentje waarschijnlijk. En ik ga daar naartoe. En dan maak ik gebruik van mijn vrijstelling. Het zal dus een heterdaad nog zijn. Het valt dus binnen de tijd dat er iets gebeurd is. En dus dat ze die personen proberen te vangen. Dus wij gaan er een beetje sneller heen dan normaal. Links. Oh, ja, gaat keigoed. Ik zag links ineens rijden en toen zag ik voor mij gewoon stoppen. Maar niks aan de hand, we hebben niemand aangereden. Het is ook voor het eerst dat we, als het bijna, als we het zien misgaan, dat er ook... dat we het hebben opgelost, zeg maar. Snappen jullie? Dat ik eens vol in de remmen kon gaan en niemand aanreed. En ter plaatse. Ja. Dag collega. Hallo. Kan met je praten? T-I. Nee. Oké. Ik praat wel even met die andere collega. Of loopt die? Hij loopt geloof ik wel. Hè? Ja, die loopt wel. Maar, wie zoeken we? Blijf staan. Ah daar. Hoi. Hier komen. Staan blijven. Ja, die gaat niet zo snel. Stoppen. Stoppen. Hier komen. Collega's, hij rent recht op jullie af. Oh, dat was vuurlijnen een beetje gevaarlijk met de vrouwelijke collega. Je bent aangehouden. Oké, gewerkt. Oké, die. Waren nog meer mensen aanwezig?
Maar dat is apprehended ook alweer. Dat weet ik niet. En wat komt hier aan? Ja, 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 ja. Dat gaat niet zo. Dat gaat niet goed, nee. Oké, we gaan hem hier een stopteken geven, want dan weet ik dat tot we in een achtervolging... Nee, ja, oké, laat me staan. We gaan achter die andere aan. En dan geven we hem stopteken. En dan wordt een achtervolging van twee voertuigen. Dan vraag ik backup erbij. En dan kunnen die collega's gaan en achter het andere voertuig gaan als het goed is. Is hij gecrashed? Huh? Huh? Waarom staat hij? Oh nee, ik ben naar een rood stipje aan het kijken. En dan pakken we deze alsnog. Maar dat rode stipje, dat is een... Ja, ik weet niet wat dat is, maar dat moet zeg maar... Moet het witte stipje volgen. Maar ze zijn snel. Zijn achtervolging meerdere voertuigen. Was dat de B ingedrukt houden? Ik weet het niet meer. Hier komen. Stoppen. Die auto doet het geloof ik niet meer. Ja. Hallo. Ik ben aangehouden. En die andere is denk ik ontsnapt. Nou, er komen wel nog collega's aangerend. Nou goed, we zoeken wel via haar uit. Wacht even. We gaan even naar de stoep. Zoals we vandaag al hebben gezien zijn er meerdere vrouwelijke collega's in dienst, dus ik ga ook een vrouwelijke collega vragen ter plaatse te komen om haar te fouilleren, want ik denk, maar ik weet niet zeker, kan zij dat? Nee. Nou ja, we dus voertuig alvast laten. Afslepen. En dan ga ik... Nee! Typische vrouw, hè? Gewoon aanrijden. Hallo. Ja, ja. Nee. T. Enter. Nee, T. Nee, E. T. Wacht, moet ik nou bij H zijn? Blijf even staan. Ja, kom eens hier. Hoe ging het ook alweer? E. Nee. T. Enter. Ik kon haar toch... Oh ja, bed down by my buddy. Hello. Mevrouw, even staan blijven. Je wordt gefouilleerd door mijn collega. Sorry. We gaan naar heen. Ze loopt gewoon weg, hè. Collega, ze loopt gewoon weg. Boom. Blijf staan. Is ze nou dood? Nee, sta eens op. Je kunt niet dood zijn. Dat is niet zo'n harde klap. Wow. Hold up. Ja, wat zien we hier, hè, collega? Wat zien we hier? Jij mag doorlopen. Alright, off you go! Zou ze dood zijn? Ik denk het wel. Ja, ze is dood. Oké. Goed, wij gaan dit allemaal typen. Nee, we gaan er een beetje vragen voor. Wat is het nou? Ik heb er twee menus in beeld. Police backup en ultimate backup. Het zal allemaal wel, kan ik een ambu vragen via deze weg. Ja. Oh, oh, oh. Mijn collega gaat het oplossen.
En dan gaan wij retour naar het bureau waar wij dit even allemaal gaan typen. Wat we allemaal vandaag weer hebben meegemaakt. De collega, oh. Ga je maar naar achterna rennen? Wat schattig, maar ik ben al lang weg. En tijdens het typen dan ga ik de video beëindigen. Nee, niet tijdens het typen. Nu ga ik de video beëindigen. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij. Of nou, voordat ik ze snel zeg. Ik zie jullie graag binnenkort bij een nieuwe video. Tot dan. Doei!